Kees, je hebt 6 keer moeten vissen als keeper zijnde. Ja, dat doet pijn denk ik, is niet leuk. Nee, natuurlijk niet. Als je 1 keer moet vissen is dat vervelend, 6 keer helemaal. Maar goed, ze krijgen 2 penalties en een paar enorme kansen en die maken ze goed af. Maar in de Bosch begon ze goed? Ja, we begonnen goed aan de wedstrijd. Ik denk 2 keer goed op voorsprong komen en we hebben strijd getoond als team. En, ik denk dat het voor de neutrale kijker een leuke wedstrijd was. Ik denk dat onze fans ook gezien hebben dat wij nu vol de beuker in gaan gooien en dat we gewoon die play-offs willen halen. Het was wel inderdaad genieten voor de neutrale kijker, maar ik denk dat je hier toch met de P in je lijf staat. Ja, nee, het ging, de eerste helft ging het gewoon op en neer en dat, dat is voor de neutrale kijker natuurlijk mooi om te zien. Maar goed, ik heb natuurlijk de pest erin dat wij met lege handen staan. Een breekpunt in de wedstrijd was dat de rode kaart voor Arda Hafar, waar ook een strafschop uit voortvloeide. Ja, goed, dan ga je met 10 man spelen en dan kom je met 4-3 achter door die penalty. En dat is natuurlijk lastig. Zeker tegen een team als NAC, die veel individuele kwaliteit hebben. En elke keer als mensen van hun de bal krijgen, dan gebeurt er iets. En als je dan met een man minder staat, dan maak je het zelf natuurlijk erg lastig. Ja, het was wel een breekpunt, denk ik. Maar ja, Arda zegt zelf van, ja, het was helemaal geen strafschop. Heb jij het kunnen zien of was het te ver voor je? Nee, ik vond ook geen strafschop. Het gebeurt vlak voor mijn neus. En ik denk dat ze elkaar niet eens aanraken en hij gaat makkelijk liggen. Maar goed, de scheidsrechter geeft hem en dat moet je accepteren dan. Ja, dan wordt het wat makkelijker van NAC tegen 10 man. En dan wordt het uiteindelijk 3-6. Ja, en dan die laatste goal, ook nog eens een eigen doelpunt van jou. Ja, goed, eigen doelpunt. Ik haal hem nog van de lijn af. En omdat ik naar de lijn toe duik, komt hij tegen een ander lichaamsdeel aan. Ja, kan je het makkelijk eigen doelpunt noemen. Kan je ondanks deze monsterscore toch iets positiefs eruit halen voor FC Den Bosch? Ja, we hebben de beuker in gegooid, denk ik. We hebben strijd getoond. We hebben met veel lef en als mannen op het veld gestaan. En, zeker tegen een team als NAC weet je natuurlijk dat het een lastige wedstrijd gaat worden. Maar als je dan de beuker in gooit, dan maak je het hun ook nog moeilijk. Ik denk dat we dat als positief eruit kunnen halen.